Met de ANWB ben je verzekerd van pechhulp onderweg en op vakantie. Met de auto, caravan, motor, zelfs je fiets is verzekerd. En nu ben je met de ANWB ook verzekerd van de liefde. ANWB, producent Bombileet en SBS6 presenteren Wildkampeerders. 6 afleveringen waarin avontuurlijke singles samen kamperen op prachtige plekjes in Nederland. Mooie, subtiel gebrande content met als doel de merkoverweging onder jongeren verhogen. De categorie kamperen aanjagen, producten van de ANWB onder de aandacht brengen en vooral meer liefde aan het merk ANWB toevoegen. De Outdoor Dating Show vormde de basis van de campagne. En Talpa Network heeft met alle liefde voor heel veel impact gezorgd. Allereerst werd er gekeken waar de doelgroep zich binnen het netwerk bevond. Vervolgens werd er gericht ingezet op alle mediumtypes. TV, radio, online en print. Alles stond in verbinding met elkaar en versterkte elkaar. Dat wordt ook wel het netwerkeffect genoemd. In totaal werden er meer dan 500 uitingen ingezet. Waaronder promo's, items, in-program momenten, advertorials, advertenties, branded articles en social media posts. Tegelijkertijd werden ook de communicatiemiddelen van de ANWB ingezet. Zoals De Kampioen, nieuwsbrieven, social media, in-store radio en narrowcasting. Zo vond er een samenwerking plaats tussen twee grote crossmediale netwerken met een ongekend bereik. Allemaal op elkaar afgestemd om zo de doelstellingen te realiseren. Alleen al via tv zijn bijna 5,5 miljoen mensen bereikt. Via radio bijna 3 miljoen. De merkwaarde en de categorie kamperen scoren nu een stuk hoger. De bekendheid met ANWB-producten is gegroeid. En het begrip ANWB-stelletje heeft een positievere betekenis. In totaal heeft Talpa Network zelfs bijna de helft van alle jongeren bereikt. Daarbij opgeteld heeft de ANWB miljoenen mensen bereikt via campagnes op social, via verschillende nieuwsbrieven, via De Kampioen en via uitingen in de winkels. In totaal bijna 12 miljoen mensen. Zij weten nu allemaal dat de ANWB niet alleen voor pechhulp staat. En in totaal hebben er 800.000 mensen naar wildkampeerders gekeken. Daar hebben we allemaal hard voor gewerkt. En dat hebben we natuurlijk met veel liefde gedaan.